Deze keer in NH Airtime. Droom je er ook van om eens zelf een Boeing te kunnen landen? Met Wim Butte uit Spaarnwoude kun je die droom werkelijkheid laten worden. Maar eerst. Onderschept worden door F-16's van de Koninklijke Luchtmacht kan twee dingen betekenen. Het passagierstoestel waar je in zit vliegt zonder toestemming en contact met de luchtverkeersleiding in het Nederlands luchtruim. Of je maakt deel uit van een heel bijzonder feestelijk moment. Zo werd KLM's oranje Boeing 777 met Olympische medaillewinnaars na de Spelen onderschept en gefilmd door twee F-16's. Tot vlak voor de landing op de buitenvelderbaan. Deze Boeing, die speciaal voor Rio deels oranje is gespoten, wordt ook ingezet voor de Paralympische Spelers. Voor veel jongens en meisjes die lang niet voor iedereen uitkomt. Commercieel piloot worden en bijvoorbeeld een Boeing 737 veilig aan de grond brengen. Maar bij Wim Butte in Spaarnwoude kun je ervaren hoe dat moet zijn. Hij heeft een simulator gebouwd die niet alleen bedoeld is om piloten te trainen. Er komen hier vaders met zoons, opa's met kleinkinderen. Of echtgenotes, een echtgenote die het cadeau heeft gegeven aan de man, omdat hij jarig was. Zal ik het gas geven. En ik zal hem ook recht houden op de baan en dan kun jij hem roteren. In Wim's Boeing 737-800 trainen ook piloten die net hun brevet hebben, maar nog wat meer training willen voordat ze gaan solliciteren. Maar ook de meest ervaren vliegers weten Wim te vinden. Ik heb bijvoorbeeld laatst een captain van Ryanair. Met ik geloof iets van 30.000 vlieguren op de 737. Die was bijna tegen zijn pensioen aan. Maar die wou nog 2 jaar in China vliegen. En dan ging hij solliciteren in China bij een maatschappij al daar. En dan heeft hij hier 2 sessies getraind voor zijn sollicitatie. V1, rotate. Soms heeft Wim, die zelf oud sportvlieger is, okay, het virtuele luchtruim helemaal voor zichzelf alleen. Positive rate. Gear up. Wie aan de gear, man? Ja, het komt wel eens voor dat mijn vrouw en mijn dochter s'avonds naar een of andere soap op televisie zitten te kijken. En dan zeg ik, nou, ik ga even een vluchtje maken, hoor. 15, 14, 13, 14.